Hi, hi! Vandaag wil ik het hebben over het stellen van doelen, maar ze dan ook loslaten. Tenminste, niet de uitkomst loslaten, want daar moet je op focussen, maar de verwachting daarop loslaten. En daar ga ik je even iets meer over vertellen. Want ik spreek heel veel ondernemers die doelen stellen, omzetdoelen, aantal klanten of welk doel dan ook, op welk gebied van je leven dan ook, maar kunnen de controle niet loslaten. Terwijl, als je het loslaat, manifesteert in jouw leven. Bizar eigenlijk, hè? Dat terwijl we weten dat we daarmee niet manifesteren, door de controle te blijven vasthouden, dat we het alsnog blijven doen. En eigenlijk is dat mijn eerste advies. Weet je, geef jezelf niet de kans om de controle uit te oefenen. Want vooral als je weet dat je daarmee niks gaat manifesteren, waarom blijf je dan vasthouden? Waarom blijf je dan nadenken en het opzoeken en het vasthouden, controle willen hebben over het resultaat? Laat het los. Je hebt eigenlijk geen keus als je het wil manifesteren. Dus als je dit weet je, geef jezelf geen kans meer. Dat is echt mijn nummer 1 tip. Maar tweede, en dat heeft te maken met waarom we eigenlijk blijven vasthouden, die controle willen vasthouden en waarom we het niet kunnen loslaten. Dat komt omdat we constant in de toekomst leven. We leven nu niet in het nu, in dit moment. Maar we leven constant, vragen we ons constant af over, ja, wat als? Wat als het niet lukt? Hoe moet dat dan? Allerlei angsten, twijfels, onzekerheden. En je bent dus eigenlijk constant bezig met de toekomst in plaats van in het nu te leven en te genieten van het moment. Want daarmee manifesteer je al jouw dromen. Door op dit moment te zijn wie jij wilt zijn. En weet je, het is eigenlijk belachelijk dat we constant focussen op de toekomst. Wat als, wat als? Weet je, ten eerste, we weten niet eens of we morgen weer wakker worden. Of we morgen nog een dag hebben. Daarnaast, je weet nooit wat er gebeurt. Dus waar maak je druk om? En 90% van die dingen komt niet eens uit. Ik denk misschien wel meer dan 90% komt nooit uit. Het zijn alleen maar dingen in jouw hoofd. Dus stop daarmee. Leef in het nu. Geniet van het moment nu. En wees de persoon die jij wilt zijn nu. Dus bijvoorbeeld, als jij een bepaald omzetdoel wil manifesteren, waarom doe je dat? Welk gevoel geeft jou dat? Want het gaat uiteindelijk nooit om het geld, hè? Het gaat om het gevoel dat het geld ons geeft. Dus vrijheid, zorgeloosheid, kunnen genieten, plezier hebben. Maar wees die versie van jezelf nu al. Want dan ga je het manifesteren. En ga dan niet denken, oh, ga ik dat omzetdoel halen? Wat als het niet lukt? Wat dit, wat als dat? Leef in het nu. En weet je, een belangrijkste tip om in het nu te leven is af en toe even stil te zijn. Even de rust te pakken. En dat kan eigenlijk gedurende de hele dag, hè? Gewoon door op je adem te letten. Gewoon door even te blijven ademen. Want door de hectiek van de dag vergeten we dat. We focussen of het verleden of de toekomst. Maar eigenlijk hebben we alleen het nu. Dus wat je kan doen gedurende de hele dag is gewoon even diep inademen en diep uitademen. En ineens wordt het helderder, is jouw mind even stil. Doe dat een paar keer en doe het gedurende de dag een aantal keer, zodat je even jouw mind stilzet en van het moment geniet. Daarmee ga je je droomleven manifesteren. Dus 1. Geef jezelf niet de kans om de controle uit te oefenen en het niet los te laten. Want je weet nou eenmaal dat je daarmee niks gaat manifesteren. Dus doe het gewoon niet. En 2. Leef in het nu en niet in de toekomst of het verleden. En doe adem. Focus op je ademhaling gedurende de dag. Daardoor focus je meer op het nu. Oké, ik hoop dat dit je heeft geholpen. Laat een bericht. Stel een vraag als je het wil weten. En ik hoor graag van je. Tot snel. Doei doei.